Ben ik weer. Dit is Nieuwsuur Kijken 2 in de serie Nieuwsuur Kijken. De serie waar ik Nieuwsuur kijk. En Nieuwsuur is het programma dat onafhankelijk, onpartijdig en ongebonden achtergronden bij het nieuws brengt. Waar ik dan mijn ongezouten en ongeïnformeerde mening over geef. Nou, ik doe dit natuurlijk omdat het een leuke manier is om veel commentaar te kunnen leveren en dingen te maken. En voor jullie. Alleen daar verwacht ik wel wat voor terug. Namelijk dat jullie ten eerste abonneren, liken en in de comments hieronder ruzie maken met elkaar. En jullie volledige uitgeschreven politieke mening delen over alles. En jullie mening delen over wat ik allemaal zeg. Of dat dom is of juist heel slim. Laat even in het midden wat het meest voorkomt. Op die manier krijg ik natuurlijk engagement en zo. Dat is mijn uiteindelijke doel. Dus als jullie daar op die manier aan kunnen bijdragen, dan is dat hoogst gewaardeerd. Goed, we kijken vandaag de nieuwsuuraflevering van 25 maart. Afgelopen maandag. En die gaat weer over Moskou en de aanslag daar. Want het gaat altijd over Rusland bij Nieuwsuur. En over de onderbreking van het Lenny Koer concert. Waarbij pro-Palestijnse activisten Lenny Koers concert hadden onderbroken. De vraag is dat antisemitisme? Nou, daar gaan we achter komen. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemt het zorgelijk en onacceptabel. En president Poetin erkent zojuist dat de aanslag bij Moskou het werk is van radicale moslims. We знаем, было совершено злодеяние против народа. Кто заказчик? De vermoedelijke daders komen uit Tajikistan. Wat maakt dat terreurgroep IS zoveel Tajiken weet te recruteren? En ja, de Chinese economie staat er slecht voor en dat gaan we ook hier merken. Het gaat ook over China, want het gaat altijd over China bij Nieuwsuur. En het gaat er altijd over dat het heel slecht gaat in China. Ik ben benieuwd waarom het nu weer slecht gaat in China. Goedenavond. Ze werd tijdens haar eigen concert uitgemaakt voor terrorist en zionist. Zangeres Lenny Koer kreeg gistermiddag te maken met pro-Palestijnse activisten die haar optreden kwamen verstoren door het podium op te klimmen en leuzen te roepen. Ze verwijten de zangeres de militaire actie van Israël in Gaza te steunen. Lenny Koer zei namelijk in een interview vlak na de aanslag van Hamas op 7 oktober. Wacht even, hier moet even iets rechtgezet worden. Nieuwsuur claimt hier dat Lenny Koer vlak na de aanslag op 7 oktober van Hamas zich heeft uitgesproken in steun van het Israëlische leger. Dat klopt niet. Dit is namelijk gebeurd op 11 december. En dat is toch zeker 2 maanden na de aanslag van Hamas. En ze zei daarin, even kijken. Natuurlijk is nu strijd nodig. Ik sta achter de militaire operatie die Israël aan het voeren is. Het gaat om het voortbestaan van de staat Israël dat altijd wordt bedreigd. Maar in mijn levensvisie, dat zegt ze dan wel bij, moet geweld zo kort en zo minimaal mogelijk zijn. Wat ik wel interessant vind, is dat ze dit op 11 december zei. Zo kort en zo minimaal mogelijk. Maar dat er op dat moment, laten we even kijken. Gaza, desktop, until, wat is het, 2023, 12, 11... Hier, een artikel van Reuters, de dag na dit interview, 12 december. 18.205 mensen zijn er op het moment dat Lenny Koer zegt de Israëlische militaire operatie in Gaza te steunen, vermoord door Israël. 50.000 gewond. Ja, dit is niet net na de aanslagen van Hamas. Goed, dat is even een belangrijk stukje context. Een ander stukje belangrijke context dat je moet weten bij Lenny Koer is dat ze getrouwd is met een Israëliër en toen is bekeerd naar het Jodendom. En dat ze dus kleinkinderen heeft die in de IDF zitten en die meegevochten hebben in Gaza. En dat haar kleinkinderen dus onderdeel zijn van de genocidecampagne tegen de Palestijnen. En dat zij die expliciet steunt. En haar platform gebruikt heeft om dat te steunen. Niet direct na de aanslag van Hamas, zoals hier wordt genoemd. Maar 2 maanden na de aanslag van Hamas. Toen Israël al 2 maanden bezig was met die genocidecampagne. Toen er al 18.000 Palestijnen dood waren. Dat is een belangrijke context die hier bewust wordt weggelaten. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemt het onacceptabel dat willekeurige Joodse Nederlander. Het is niet een willekeurige Joodse Nederlander. Dat is het hele frame wat hier wordt opgetuigd, van begin tot eind waarschijnlijk. Maar dat klopt niet. Lenny Koer is niet een willekeurige Joodse Nederlander. Ze is een Joodse Nederlander die zich heeft uitgesproken voor genocide. En dat is nou eenmaal iets controversieels om te doen. Dan kun je daar weerstand op verwachten. Nederlanders verantwoordelijk worden gehouden voor acties van Israël. Ze wordt niet verantwoordelijk gehouden voor acties van Israël. Ze wordt verantwoordelijk gehouden voor haar commentaar en haar steun voor acties van Israël. Je moet zich schamen, jullie zitten allemaal aan de verkeerde kant van de geschiedenis. En ineens was er kabaal en iemand kwam naar voren en die wilde mijn plek innemen en die wilde een betoog houden.
En ik merkte al gauw dat het pro-Palestijnse demonstranten waren. Met vlaggen werden gezwaaid. Er werden echt dingen geroepen die verschrikkelijk waren. Kinderen zijn medeplichtig. Ze zitten in het Israël Defense Force en zijn medeplichtig aan genocide. Het had echt een discriminerende karakter. En het was zeer agressief. Ze noemen mijn kinderen en mijn kleinkinderen omdat zij gewoon Joodse kinderen zijn en in Israël wonen. En in het leger zit. En mijn twee kleinkinderen. Ja, en in het leger zit inderdaad. In het leger dat een genocide aan het uitvoeren is. Daar zitten ze in. Dus dat is toch, nou, blij dat haar man toch even die context toevoegt. Die is toch wel wat een beetje belangrijk. Want het hele frame hier is dat zij dus willekeurig is. En kijk, op het moment dat je inderdaad willekeurig is Joodse Nederlanders verantwoordelijk gaat houden voor wat Israël doet. Of erger genoeg, dus op deze manier voor het blok gaat zetten. Dan is dat antisemitisch. Natuurlijk. Maar dat is dus het hele punt. Zij is niet willekeurig. Zij heeft zich gemengd in dit debat. En ze heeft zich uitgesproken. Ze heeft steun uitgesproken aan genocide. Dan is het niet meer willekeurig als mensen daarop reageren. Kijk, van de actie kun je vinden wat je wilt. Ik denk dat het een kwestie van smaak is. Ik kan me zeker voorstellen dat die actie heel heftig overkomt. Zeker als het gericht is op één persoon. En ook een persoon die niet per se zoveel medeplichtigheid kent als overheden of bedrijven aan deze genocide. Maar gewoon een privépersoon is. Dan is dat is een keuze. Om dan daar op deze manier actie tegen te voeren. Ik denk niet per se een kwestie van hebben ze gelijk of niet. Ze hebben overduidelijk gelijk, de actievoerders. Want zij steunt genocide. De kwestie is meer van is het strategisch en is het smaakvol. Ik denk dat je daarover kunt hebben. Maar antisemitisch? Nee, overduidelijk niet. Er zijn dienstplichtig in het leger. Vlie, vlie, Palestijn! Vlie, vlie, Palestijn! En die Lenny is een terrorist! Zij is een zionist! De actie levert felle reacties op. Minister Jezegus schrijft op X: dit heeft niets met pro-Palestina te maken. Dit is anti-Joods. En Geert Wilders: wat een tuig, arme Lenny Koer. Arm Nederland. Voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt de actie een jodenjacht. Zoals Sobibor begon met een bordje in het Vondelpark, zo kan dit alledaags antisemitisme het begin zijn van een nieuwe pogrom. Gert-Jan Segers is echt de allergrootste zionist van Nederland. Hè? Het is echt ongelooflijk hoe hij al sinds jaar en dag alles wat hij zegt doet ten dienste van Israël. Meerdere keren, toen er kinderen werden vermoord en nu dus ook, zich heeft uitgesproken in steun van het vermoorden van die kinderen. Het is echt, die man, die kent echt geen grenzen. Die gaat zoveel verder dan wie dan ook in de Nederlandse politiek. In zijn steun voor genocide, in zijn steun voor apartheid, in zijn steun voor racisme, in zijn steun voor moslimhaat. Het is echt niet te geloven. Die gast, hoeveel, en hoe hij ook de CU, de ChristenUnie, zo lang in zijn greep heeft gehad met dit soort argumentatie. Het is echt bizar. Ik vind het dapper van activisten dat ze het hebben gedaan. En ondanks de persoonlijke risico's dat ze zich uit hebben gesproken. Zij organiseert onder meer sit-ins op treinstations om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. U vindt het niet intimideren? Shout-out naar Roos trouwens voor wat ze allemaal organiseert en doet. Maar ook dat ze midden in deze hetze Nieuwsuur te woord gaat staan rondom dit onderwerp. Dan heb je echt heel veel lef. Dus shout-out naar haar. Het is wat gisteren is gebeurd. Een demonstratie hoeft niet leuk te zijn. Het is ook helemaal niet leuk wat er gebeurt in Gaza. Dus het zou ook vreemd zijn als we alleen maar braaf in een hoekje gaan staan waar niemand ons kan horen. Maar niet alle pro-Palestijnse activisten denken daar hetzelfde over. Ik vind de actie uitermate zinloos en verwerpelijk. Ik denk niet dat dit de manier is waarop de Palestijnse zaak geholpen is. Op dit moment vindt er een enorme genocide plaats in Gaza. Dat moet je op een andere manier aankaarten en dat kan door debat. Ik voel een terrorist. Die Joodse Lenny ooit door terroristen. Dan ga je over die balustrade. Door haar man en medewerkers van het theater worden de demonstranten de zaal uitgewerkt. Zij wordt belaagd. Zij wordt uitgescholden voor terrorist, voor zionist. Schijnbaar enkel en alleen omdat zij Joods is en familie heeft in het buitenland. Ja, dat is niet zo. Dat is ook niet schijnbaar zo. Dat is letterlijk, dus hier ga je al. Dus dit is het hele frame is dat het willekeurig is. En inderdaad, als het willekeurig zou zijn, zou het antisemitisch zijn. Maar het is niet willekeurig, want ze heeft zich uitgesproken in steun van genocide. Maar het punt is dus, als je die context erbij moet vermelden, dan is dus je automatische conclusie dat het niet antisemitisch is, omdat het niet willekeurig is. Ongelooflijk, maar dit kun je toch niet, dit is gewoon een leugen. Dit is dan iemand die hier verstand van zou hebben en die is gewoon actief aan het liegen. En dat weet hij zelf ook. Je onderscheidt tussen mensen op basis van wie ze zijn en dat is antisemitisme.
Dat is niet op basis van wie ze zijn, dat is op basis van wat ze zeggen en hun daden en hun actie. En dat is dus geen antisemitisme. Politici, ook nu weer, hebben onmiddellijk gesproken over antisemitisme. Terwijl het misschien beter is om eerst te kijken van wat zijn de beweegredenen geweest, wat is er exact gezegd. 1 of 2 minuten nadat het nieuws bekend werd, werd al gesproken over antisemitisme. En ik denk dat dat veel te vroeg is. Ook dat draagt niet bij aan de discussie, aan het debat. Ik laat me echt niet bang maken hierdoor. Ik vind juist dat we niet moeten zwijgen en dat we op moeten staan. Maar niet met dezelfde agressie, maar gewoon als verstandige mensen. En als goedwillende mensen. Waarom zou je een Joodse Nederlander zoals Lene Koer verantwoordelijk houden voor de daden van de Israëlische regering? Het gaat er niet om dat ze Joods is, het gaat erom dat zij Israël steunt. Het gevolg hiervan is als je ervan uitgaat dat iemand belaagd wordt omdat ze Joods is, vanwege haar identiteit, dat Joden zich vogelvrij voelen. Ja, daar moet je dus niet van uitgaan, want het is dus niet zo. Als je daarvan uit zou gaan, dan heb je het dus helemaal bij het verkeerde eind. En dat geldt niet alleen hiervoor, maar dat geldt ook voor dit in de algemene context. Er wordt gedaan, en ook door die politici die je net zag tweeten, alsof dit een soort van stapje is naar het steeds verder escalerend jodenhaat. Of jodenjacht, zoals Gert-Jan Segers het noemt. Dat is niet zo. Dit is een actie die niet volledig geïsoleerd is, maar onderdeel is van mensen ter verantwoording roepen die pro-genocide zijn. Nogmaals, de stijl en de manier waarop dat gaat en het doelwit, dat is een kwestie van smaak. Maar niet per se een kwestie van moraliteit. Want ik denk niet dat op welke manier dan ook maar immoreel is om iemand die zich overduidelijk pro-genocide heeft uitgesproken, daar ter verantwoording voor te roepen. Kijk, er wordt dus gedaan alsof dit een stapje is in een steeds verder escalerend, radicaliserend antisemitisme. En dat is niet zo. Daar is dit geen onderdeel van. Het angstbeeld dat wordt gecreëerd, dat er willekeurige Joodse mensen worden aangevallen, dat klopt niet. En deze mensen, waaronder de coördinator antisemitismebestrijding, die bewijst de Joodse gemeenschap in Nederland er echt geen dienst mee door te liegen en te doen alsof dat wel zo is. Dat Joden het gevoel hebben dat ze dit soort uitingen niet meer kunnen doen, omdat ze dan dit soort acties kunnen verwachten. Enkel alleen maar voor wat er daar gebeurt. Het is dus niet enkel alleen maar voor wat er daar gebeurt, maar het is voor wat die mensen zeggen. Daarvoor krijgen ze reactie. Het is vanwege haar identiteit dat Joden zich vogelvrij voelen. Dat Joden het gevoel hebben dat ze dit soort uitingen niet meer kunnen doen, omdat ze dan dit soort acties kunnen verwachten. Wat zijn dit soort uitingen? Dit soort uitingen als in zeggen, genocide, daar ben ik heel erg voor. Ja, dan kun je daar een reactie op verwachten. Wat is daar het probleem mee? Het maakt het niet uit of je Joods bent of niet. Enkel alleen maar voor wat er daar gebeurt. Dus niet enkel alleen maar voor wat er daar gebeurt, maar wat je daarvan vindt en wat je daarvan zegt en hoe je je podium daarvoor gebruikt. En dat is iets waar we met z'n allen iets aan moeten doen. Dat mag niet gebeuren in Nederland. Je mag niet protesteren tegen mensen hun mening in Nederland. Ja, bij mij Bart Wallet. U bent hoogleraar Joodse studies. Welkom. Dank u. Hoe kijkt u naar wat er gisteren is gebeurd bij het concert van Lenny? Ja, wat we hier natuurlijk zien gebeuren is dat er een grens wordt overschreden. Die tot nu toe in ieder geval nog niet op die manier zichtbaar was overschreden. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen periode sinds 7 oktober wel gezien dat gebeurtenissen of events of personen die Israël vertegenwoordigen, dat die het doelwit van activisten zijn geweest. Zoals de Israëlische president bij zoals de opening president Herzog, vorige week de Israëlische ambassade die met een brandbom is belaagd. Nou, dat is één ding. En maar wat we natuurlijk nu zien gebeuren is dat in principe een apolitieke bijeenkomst van iemand die gewoon leuke liedjes zingt en nu wordt belaagd. Omdat iemand kennelijk de verkeerde mening heeft op een bepaald thema. Ja, dat is echt toch... Het is wel heel erg genuanceerd. Ja, dat is een hele genuanceerde manier om te zeggen dat iemand zegt, ja, ik weet wel dat er 20.000 mensen vermoord zijn op het moment dat zij dat zich uitsprak. Maar ja, dat moet nou eenmaal. Dat is wat ze zei. Wel een stap verder. Ja, u zegt dat is een grens over. U noemt al een aantal andere incidenten. Zijn het nou allemaal incidenten of zien we hier een patroon? Ja, ik denk wel dat we hier natuurlijk iets groters zien gebeuren. Iets overigens niet alleen in Nederland. In Nederland hebben we natuurlijk allerlei incidenten die met elkaar optellen. En natuurlijk ervoor zorgen dat voor een deel van de Joodse gemeenschap het gevoel... Wat zijn dan die incidenten die er allemaal bij optellen? Want ik heb het nu toch gehoord. De Israëlische ambassade is belaagd. Dat is niet per se antisemitisch. Je kunt vanuit volledig niet-racistische redenen een probleem hebben met Israël en daarop handelen. Mensen hebben zich uitgesproken op een vrij disruptieve manier tegen iemand die pro-genocide is. Dat zijn tot nu toe de dingen die we hebben gehoord. En dat wordt nu aangegrepen om een patroon van toenemend antisemitisme te duiden. Ik vind het niet zo heel overtuigend.
pool is van het wordt toch guur voor ons. En we voelen ons bedreigd hierdoor. Maar dat is zeker ook iets wat we internationaal zien gebeuren. Hè. Zo, bijvoorbeeld een nieuwe bondpersonage die werd bekendgemaakt. En, nou, dat is iemand die toevallig Joods is. Hè, waardoor direct dan op werd gereageerd van nou, we gaan die film nu boycotten. Nou, ja. Even kijken. Ja. Dit ziet er een beetje incompleet uit. Laten we eens even kijken. Boom. Even kijken of dat wel zo is. Oké, ik heb één Google search gedaan. En wat blijkt? Dus het verhaal dat er mensen zijn die James Bond aan het boycotten zijn omdat er een Joodse sterspeler is geselecteerd. Komt uit de Daily Mail. Ja, deze. Met de titel Racist James Bond fans claim they will boycott next film if Jewish actor Aaron Taylor-Johnson is cast as 007. Ja, oké. En ze zeggen dat er een hashtag widely shared is. Even kijken. Ik zie nergens een link. Ik zie nergens een bron. Dit is een lang artikel. En hier is dus een artikel dat claimt dat er helemaal geen enkel bewijs voor is dat er mensen zijn die dit doen. Daily Mail citeert 2 of 3 voorbeelden van mensen die dat de boycott oproepen. En claimt based on those tweets dat de hashtag boycott James Bond was being widely used. Er zijn 2 mensen in de hele wereld die ervoor toe hebben opgeroepen. Nou oké, die kunnen we bij het rijtje van incidenten toevoegen. Is dus gewoon totale astroturf bullshit. Dat past wel in een breder patroon. Ja. U heeft zelf een... Dat is dus bewijs hè, voor dit patroon. Zo flinterdun. Dus de Israëlische ambassade wordt belaagd. Nou, dat hoeft niet per se antisemitisch te zijn. Waren we net al uit. Een vrouw die zich pro-genocide uitspreekt, krijgt tegenspraak. Nou ja, dat is misschien een beetje smakeloos gegaan. Maar hoeft nog steeds geen antisemitisme te zijn. En een fake news verhaal. Oké. Een breed Joods netwerk. Wat hoort u nou uit die gemeenschap? Nou, wat ik hoor is dat eigenlijk velen zeiden van nou echt tot 7 oktober kwamen antisemitisme eigenlijk vooral op social media tegen. Maar nu komen we het eigenlijk voor het eerst ook zelf tegen. Hè, door scheldwoorden die ons worden toegeworpen. Hè, door het gevoel van isolement. Dat mensen je eigenlijk niet meer willen begrijpen. Dat je gevoel hebt dat je vrienden verliest. Dat soort verhalen hoor ik eigenlijk steeds meer. Ja, maar hoorden we de leider van de VVD en demissionair minister van Justitie, Zilkus. Of hoorden we niet, maar schreef van dit is niet pro-Palestijns wat hier gebeurt, maar dit is anti-Joods. En laten we het benoemen en behandelen voor wat het is. Is dit antisemitisch wat we gisteren hebben gezien? Ja, kijk, antisemitisme is natuurlijk, dat is als Joden worden belaagd vanwege hun Joodse identiteit. En als het... Iets wat overigens wel ook gewoon echt gebeurt, hè. Antisemitisme is een heel groot probleem. Een probleem dat overigens met name vanuit extreem rechts komt. Die een ideologisch antisemitisch zijn. Wat ik hier ter discussie probeer te stellen, is dat de bewijzen, of wat zij proberen te bewijzen, is dat pro-Palestijns activisme eigenlijk een signaal is van toenemend antisemitisme. En dat ze zowel daarvoor geen bewijs hebben of goede argumentatie, en dat klopt ook niet, als voor het feit dat toe zou nemen, dus uit die hoek, de pro-Palestijnse hoek, daarvoor hele flinterdunne argumentatie leveren ook. Wil overigens niet zeggen dat er geen antisemitisme bestaat vanuit groeperingen die pro-Palestijns zijn, maar niet bij het anti-apartheid en anti-genocide verzet. Ik ben het nog nooit tegengekomen. En sterker nog, mensen binnen de beweging, de pro-Palestijnse beweging, zijn super alert om niet op dit soort dingen. Om ervoor te zorgen dat de schijn van antisemitisme voorkomen wordt. Omdat het nooit de uitwerking mag hebben dat inderdaad willekeurig Joodse mensen iets aangerekend wordt waar zij geen invloed of schuld aan hebben. Goed, anyway. Als het geval is dat Joodse Nederlanders simpelweg omdat ze Jood zijn worden aangesproken op wat toevallig de staat Israël doet, dan wordt het... Dit is ook iets wat waarschijnlijk vaak gebeurt wel en wat ook een antisemitische tendens is. Dus op het moment dat iemand zegt ik ben Joods of op een andere manier zich identificeert als Joods, dat ze van hen verwacht wordt dat ze iets vinden over Israël en daar iets over zeggen. Dat is in principe antisemitisch. Want dat betekent dat je een willekeurig Joods persoon op een bepaalde manier verantwoordelijk houdt. Of in ieder geval verantwoording verwacht van die persoon. Dat is slecht. Dat moet niet gebeuren. En het is iets wat ongetwijfeld gebeurt. Goed. We zijn een grens overgegaan. Hè, en dan kunnen we natuurlijk over antisemitisme spreken. Tegelijkertijd moet je wel zeggen, voor antisemitisme gaat een van de dingen die daar heel belangrijk bij is ook de intentie van de mensen die het doen. Dus je moet eigenlijk altijd ook heel goed uitluisteren waarom doen mensen dit precies. Maar het is wel duidelijk, voor heel veel mensen schept dit wel een klimaat waarin Joden het gevoel hebben, ja, wij zijn doorwit. Ja, en als we dan... Wat ik me overigens voor kan stellen. Ik kan me voorstellen dat je
je... Kijk, het gevolg dat Joodse mensen zich ongemakkelijk wordt opgelegd te voelen over hun eigen Jood zijn, dat is vreselijk. En dat zou niet moeten gebeuren. Daarom moeten we elke keer, op het moment dat we ons pro-Palestijns uiten, benadrukken dat het niet anti-Joods is. Dat is belangrijk om dat gevoel te voorkomen. Los daarvan zijn mensen die zowel de staat Israël zelf als mensen die de staat Israël steunen, soms heel erg diep geworteld steunen, die gebruiken deze discours soms om zichzelf in te dekken. En dat is kwalijk. Eigenlijk misbruiken zij zelf daarmee het frame van antisemitisme. Dat is iets wat wereldwijd gebeurt en wat Israël zelf als staat op wereldwijde schaal ook doet. En daar moet je op een bepaalde manier mee omzien te gaan en je doorheen zien te manoeuvreren. En dat is soms ingewikkeld. Even naar het argument kijken van de pro-Palestijnse activist die we net hoorden. Die zegt, het gaat mij niet om het Jood zijn. Het gaat me om het steunen van de militaire acties van Israël in Gaza. Ja, dat is een begrijpelijk argument. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, kijk, hier ging het natuurlijk om een apolitieke bijeenkomst. Dit ging niet over een Joodse Nederlander die op dat moment een politieke visie op het conflict in Gaza was aan het ventileren. Maar dit was een apolitiek event. En dat maakt wel dat je hier moet zeggen van nou, er is hier toch wel een grens overschreden. Ja, zij refereerde dan aan dat zij eerder... Dus een kwestie, wat hij eigenlijk hier zegt, van smaak en stijl. Moet je dat doen op een apolitiek evenement? Nou, dat is de vraag. In een interview heeft gezegd, eigenlijk vlak na de aanslagen van... De vraag is dus niet, is het antisemitisch of niet? Ik steun dat Israël daarop reageert met een militaire actie. Ja, zeker. Dus op zich kunnen we natuurlijk in onze samenleving zijn er heel verschillende visies op wat er nu in Gaza gebeurt. En over heel veel politieke punten waar mensen van mening verschillen. De grote vraag is natuurlijk, hoe willen we daar met elkaar mee omgaan? Hoe willen we dat gesprek met elkaar voeren? En nou, ik zou zeggen, de voorkeur heeft het dan toch om dat misschien op een andere manier te doen. Om het fatsoen te bewaren met elkaar in een open gesprek te voeren. Maar niet mensen in hun dagelijks werk, in hun leven, in hun werk te cancelen. Toevallig omdat ze een andere politieke mening hebben. Hij heeft Lenny Koer aangifte gedaan van belediging, van smaad, van laster, van een verstoring van de openbare orde. Maar niet van antisemitisme. Nee, dat is eigenlijk heel apart. Want dat kan ook niet in Nederland. Dus antisemitisme als zodanig staat niet in het wetboek van strafrecht in Nederland. In Duitsland overigens wel. Maar in Nederland hebben we eigenlijk een veel bredere categorie. Dat gaat om groepsbelediging. En alleen via die bredere categorie of via belediging of smaad kan er een juridische procedure gestart worden. Er is op dit moment wel een amendement in de Kamer waar geprobeerd wordt om groepsbelediging als een soort extra verzwarende strafmaat toegevoegd te krijgen. Maar zover zijn we nog niet. Nee, zou dat wel een antwoord moeten zijn op wat we nu zien gebeuren? Dat is één van de dingen. Maar ik moet er wel tegelijk bij zeggen, van de juridisering hiervan, dat moet eigenlijk onze laatste stap zijn. En er zitten eigenlijk heel veel stappen voor. Ik denk ook dat, maar dat weet ik niet zeker, een soort van bescherming om niet racistisch bejegend te worden, volgens mij al in die wet staat. Dus het toevoegen, specifiek maken van antisemitisme op een manier zoals Duitsland dat heeft gedaan, zou volgens mij met name symbolisch zijn. Maar correct me if I'm wrong. En de bestrijding van antisemitisme, bestrijding van verkeerde beelden over Joden, die beginnen bij het onderwijs, beginnen in de media, maar natuurlijk ook gewoon tussen burgers onderling en in de opvoeding. In die zin heeft iedere Nederlander daar een taak in te vervullen. Ik wil u hartelijk danken voor de komst naar de studio, Bart Wallet. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan nu gaan we naar Rusland, waar het dodental van de aanslag in de concertzaal afgelopen vrijdag inmiddels is opgelopen tot 139. Ook vandaag kwamen Russen naar het theater om de slachtoffers te herdenken. Ik heb even een stukje doorgespoeld, maar er kwamen heel veel Russen aan het woord, waarvan meerdere zeiden dat de overheid het in de gaten had moeten hebben en dat Oekraïne en het Westen er sowieso achter zou zitten. Het was er uitgeknipt dat ze dat gevraagd werd, maar ik denk dat ze gevraagd werd. Zit het Westen erachter? Ik denk dat dat goed. Of er weer achter de aanslag zit, wordt al dagen gespeculeerd. Terreurorganisatie IS eiste weliswaar al snel de aanslag op, maar dat werd door president Poetin genegeerd. Tot vanavond. We знаем, что преступления совершены руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что по их разведданным
киевского следа в московском теракте якобы нет. Что кровавый совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено злодеяние ее народа. Нас интересует, кто заказчик. Ja, bij mij aangeschoven Gert-Jan Dennekamp. Jij volgt Rusland en Oekraïne al jaren voor ons. Poetin zegt het nu dus toch. Het waren radicale islamisten. Ja, en dat zegt hij ook. Dat zei hij, heeft hij nooit ontkend ook. Het was overduidelijk dat dat zo was, want het waren Tajiken. Tenminste, ik werk niet bij een inlichtingendienst, maar ik had die conclusie ook wel kunnen maken. En dat is iets wat Poetin echt niet zou ontkennen. Er wordt hier geframed alsof hij een draai heeft gemaakt, maar dat is niet per se zo. Wel is het zo dat hij in eerste instantie niet ISIS-K noemde, en nu wel. Maar dat komt ook omdat de eerste speech op dezelfde avond was. Over de uitvoerders. En dan zegt hij vervolgens, maar wij willen weten wie de opdracht heeft gegeven. Ja, en wat ook wel enigszins terecht is, want de ISIS-K heeft niet per se een soort van inherent belang hierbij. Ja, dus waarom zou een groepering in Afghanistan het Russische regime op dit moment nu aanvallen? Het is waarschijnlijker dat er inderdaad iemand is die een groter en directer belang heeft, die samen heeft gewerkt met iemand die wel willend was om het te doen tegen de hoogste prijs. Maar goed, je wilt daar ook niet per se over speculeren wie dat dan geweest zijn zonder dat je daar bewijs voor hebt. Maar het is wel waarschijnlijker. En dan in zijn toespraak gaat hij vervolgens heel lang door over Oekraïne. En dan suggereert hij dat het antwoord op die vraag eigenlijk in Oekraïne ligt. Kijk maar. Yes, сразу же возникает вопрос. Кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты как никогда использовать связанные и бесчисленные средства для достижения. Dus Poetin werpt hier de vraag op wie heeft er belang bij deze aanslag. Het is overduidelijk dat het waarschijnlijk dezelfde mensen zijn als die door middel van het neonazistische regime in Oekraïne al sinds 2014 tegen ons vechten. Hij zegt daarmee dat het de VS is. Want dat is zijn narratief. Dus Oekraïne wordt door de VS gebruikt om Rusland aan te vallen en te bestrijden. Wat ten dele waar is waarschijnlijk. Maar vervolgens zegt hij iets over neonazies die elke onmenselijke tactiek zouden inzetten om hun strijd te voeren. Wat best wel komisch is, omdat er ook onder Russische gelederen en in het leger behoorlijk wat neonazies zitten. En ook in groepen die pro-Putin zijn en die door de regering, de overheid gebruikt worden, hè, om een soort van paramilitair de staat in bedwang te houden, of de bevolking in bedwang te houden, zijn met name neonazistische groepen in Rusland. Maar goed, dat is natuurlijk altijd al sinds jaar en dag een heel hypocriet argument van hem. Iets wat ook maar ten dele klopt. Ja, in het Oekraïnse leger zitten best wel een hoop neonazies, maar dus aan de Russische kant ook. Het ding is gewoon dat neonazies aan beide kanten worden gebruikt om militaire dingen uit te voeren. Omdat dat de mensen zijn, een soort van het Oost-Europese nationalisme, komt nou eenmaal heel snel neer op neonazisme. En dat zijn nou eenmaal de operatives die het meest welwillend zijn om iets gewapends te doen. En dat gebeurt zowel door Oekraïne, door de VS, als door Rusland. De claim die hij heeft dat Oekraïne hier dan dus wel achter zou zitten, of de VS, die is niet echt hard te maken. Maar hij zegt het desalniettemin ook omdat hij niet echt een andere optie heeft, geloof ik. Ja, ik was dus zeggen gepeegd door radicale islamisten, maar uiteindelijk komt hij toch dus weer bij Oekraïne terecht. Ja, hij stelt allemaal vragen waar het onderzoek geen antwoord op heeft. Hij ook geen antwoord op heeft, maar het wijst wel allemaal naar Oekraïne. Hè, waarom? Nou, niet zozeer naar Oekraïne, maar naar de Verenigde Staten, als je goed luistert naar wat hij zegt. Hij zegt niet dat het Oekraïnse neonazistische regime het heeft gedaan. Hij heeft gezegd, wat hij zegt, is dat degene die tegen ons vechten, met ons dan Rusland, via het neonazistische regime in Kiev. Daarmee doelt hij op de VS, niet op Oekraïne. Maar goed, Oekraïne zit daar natuurlijk wel, is daar natuurlijk onlosmakelijk onderdeel van in zijn analyse. Prom reed de auto richting Oekraïne, dat ook de richting naar Belarus is, dat noemt hij niet. Maar hij verwijst dus eigenlijk met zijn vraag naar Oekraïne en suggereert dat ook daar het antwoord ligt. En het feit dat de internationale gemeenschap, Amerika, Frankrijk hebben gezegd, Oekraïne heeft hier niets mee te maken, daarin ziet hij eerder een bewijs dat er iets te verbergen is, dan dat hij dat aanneemt als bewijs. Ja, maar dat zeggen is natuurlijk ook niet per se. Ik bedoel, als het Westen zegt, het was niet Oekraïne,
is dat niet per se geloofwaardig of zo. Ik bedoel, het hoeft niet waar te zijn, maar het is ook niet per se geloofwaardig. Want zij hebben baat bij een bepaalde vertelling hiervan, wat overduidelijk is, omdat zij via inderdaad Oekraïne in oorlog zijn met Rusland. Ja, dat is niet per se geloofwaardiger dan wat Rusland zegt. Beide kanten hebben baat bij hun eigen vertelling van de realiteit. Dat het inderdaad het geval is. Ja, en je zag net op straat dat mensen dat ook aannemen, wat hij zegt. Ja, dat klopt. Ons team wat daar vandaag mensen heeft gesproken, hoort dat van veel mensen. Niet van iedereen. Er zijn ook mensen die durven geen antwoord geven op de vraag wie zij denken dat hier achter zit. Omdat ze ook weten dat er een verschil is tussen de feiten en de aanwijzingen die er zijn en het verhaal dat het Kremlin aan die feiten toewijst. En daardoor kun je snel in de problemen komen in Rusland. Want als je de oorlog een oorlog noemt, dat is al genoeg om in de gevangenis, voor vele jaren in de gevangenis te belanden. Dus mensen zijn ook heel voorzichtig om deze feiten te duiden, omdat ze ook weten dat het Kremlin... Het demissionaire kabinet is bijna klaar met een plan dat ervoor moet zorgen dat grote bedrijven in Eindhoven willen blijven. De regio vindt al tijden dat de overheid meer moet doen om bedrijven als ASML en NXP in Nederland te houden. En het kabinet trekt er flink wat geld voor uit. Voor internationaal opererende bedrijven, dan wordt het moeilijker om in Nederland zaken te gaan doen. Dit is zo'n grote kans voor Nederland. Het kabinet pak die kans voor Nederland. Voor landen als bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, die zijn daar veel beter mee bezig. Het demissionair kabinet. Wat dit is dit gewoon chantage van dit soort bedrijven. Die weten dat op het moment dat zij zeggen dat ze ontevreden zijn en dat ze daar een persberichtje over schrijven, dat direct alle media zeggen, fuck, dit hele belangrijke bedrijf is ontevreden. Misschien gaan ze wel weg. En dat dus de minister een enorme flater slaat en dat hij dan moet reageren door ze allerlei dingen te geven, met name belastingvoordelen. Maar soms ook infrastructuur, investeringen en dingen van die aard. Ja, je moet er bijna nooit in trappen, want bedrijven gaan niet zomaar weg. En bedrijven die zomaar weg kunnen gaan, die hebben zo weinig binding met Nederland en dus met Nederlandse werknemers, dat ze vaak niet zoveel toevoegen aan de economie. Want als een bedrijf daadwerkelijk heel veel toe zou voegen aan de Nederlandse economie, heel veel Nederlandse werknemers zou hebben, dan zouden ze niet zomaar weg kunnen gaan. Het is ervan geschrokken. Op dit moment is er echt wat aan de hand. En lijkt nu gehoor te geven aan de oproep. Zo komen er honderden miljoenen voor betere wegen en spoorwegen rond Eindhoven. Gaat er geld naar onderwijs, zodat bijvoorbeeld de TU Eindhoven flink kan groeien. En ook wil het kabinet geld vrijmaken voor woningen. Al willen ze dat wel met het bedrijfsleven en de regio samen doen. De plannen liggen nog niet helemaal vast. Donderdag geeft het kabinet er een klap op. Ze zijn al maanden met elkaar aan het praten. En vandaag is een nieuwe fase in de kabinetsformatie begonnen. Sinds vanochtend zijn PVV, VVD, NSC en BBB echt aan het onderhandelen. En vooral over financiën kan het spannend worden. Maar er is een ander onderwerp dat als schaduw boven deze tafel hangt. Dat zijn de financiën en de vraag of er bezuinigd moet worden. Daar kijken de partijen verschillend naar, bleek ook gisteren. Ja, als u zegt financiële kaders, dan weten we dat er fors bezuinigd moet gaan worden. Ja, dat is een feit. Dat is geen feit, zegt wie? Er is een memo van een paar ambtenaren naar buiten gekomen. Dat is niet eens naar buiten gekomen. Het is een vertrouwelijk memo, geloof ik. Ja, ik heb het nog niet gelezen in ieder geval. Hoeft niet alles te zeggen, maar goed. Die zeggen dat er bezuinigd moet worden. Maar bezuinigen hoeft niet te betekenen dat je in de overheidsfinanciën moet snijden. Het kan ook betekenen dat je bepaalde belastingvoordelen voor bijvoorbeeld hele rijke mensen of voor bedrijven op moet heffen. Dan trek je de begroting weer recht. Of het betekent dat je iets meer schuld aangaat als overheid. Wat ook gewoon kan, omdat Nederland in een hele goede positie zit. Een van de landen is met de minste staatsschuld in Europa of in de wereld zelfs. Dat hier gedaan wordt, alsof na fucking 2 decennia lang bezuinigen er nog meer bezuinigd moet worden. Ik geloof dat niet. Het enige wat het waarschijnlijk betekent, is dat er dingen worden afgestreept. Investeringen in onderwijs, zorg, wonen. Om ervoor te zorgen dat daar tegenover belastingvoordelen kunnen worden gegeven aan de rijke Nederlanders of bedrijven. In ieder geval, WNL, Rick Nieman en, hoe heet ze, Jezugus, die doen alsof dit een feit is, of zeggen dat dit een feit is, zijn aan het liegen. Als die andere partijen daar niet aan mee willen. Nou, dan gaan we het zien. Meteen voelt Geert Wilders de behoefte om te reageren. Weinig, veel of fors bezuinigen, niks is nog een feit. Wel dat de PVV lastenverlichting wil voor de burgers. Hoi. Maar als de partij... Het is natuurlijk de klassieke VVD-move om te zeggen, dit is een feit en dit is slim en alle andere dingen zijn dom. Omdat dat werkt goed. Het werkt goed bij burgers als het over financiën gaat. Dat er iemand is die zegt, ja, we kunnen niet zoveel uitgeven. Dat mensen de overheidsfinanciën vaak vergelijkbaar zien aan hun persoonlijke financiën. Ja, en als je het persoonlijk financieel zwaar hebt, dan heb je iemand nodig die tegen je zegt, misschien moet je stoppen met
op vakantie gaan? Of moet je die nieuwe auto niet kopen? En mensen zien daar in een vergelijking met hoe de overheid werkt. Ja, die denken dat op het moment dat het slecht gaat met de overheidsfinanciën, dat je dan een resolute, een beetje gierige, slimme persoon nodig hebt die op een hele rationele manier zegt, ja, als het slecht gaat met de overheidsfinanciën, dan moet je dus bezuinigen. Dat is wat mensen graag willen. Alleen het klopt niet. Want op het moment dat de overheid bezuinigt, dan betekent dat dat er minder geld de economie ingestuurd wordt. Want wat gebeurt er met overheidsuitgaven? Die worden in de economie gestopt. En krijg je een krimp in de economie. Bezuiniging is slecht voor de economie. Maar dat wordt er niet bijgezegd, omdat er dus zo'n heel versimpeld beeld bestaat van overheidsfinanciën en economie. Dat niet klopt. Maar het werkt wel goed bij WNL. En je kunt er dus belastingvoordelen en tax cuts mee realiseren. Kun je er vandaag vragen over krijgen? Hoe zeker bent u ervan dat er bezuinigd moet worden in een nieuw kabinet? Nee, het is al die gesprekken inhoudelijk zijn van die tafel. Oh, daar ga ik niets over zeggen. Ik ga er nu even helemaal niks over zeggen. Die Jezus, die dus een heel weekend lang op Twitter en op iedere fucking podium dat ze krijgt, zit te roepen, dit moet er gebeuren, want anders kan het allemaal niet. En de eerste vraag die ze krijgt na dat overleg is zeggen, ja, we gaan het niet nu over de inhoud hebben, dat bespreken we samen. Hoe huigelachtig ben je dan? Financiën is niet iets wat je allemaal in stukjes kan knippen en ook niet alles wat je in één keer in één of twee dagen oplost. Alles hangt samen met financiën. En dus is duidelijk, dit is het moeilijkste onderwerp in deze formatie. Senegal lijkt oppositiekandidaat Bassirou Diomaye de nieuwe president te worden. En zijn belangrijkste rivaal is Amadou Ba. Hij heeft zijn nederlaag toegegeven. Officiële uitslag wordt pas in de loop van de week verwacht, maar €. Hotelsite Booking.com heeft hun aanbiedingen voor duurzame accommodaties offline gehaald na gesprekken met de autoriteit Consumentenmarkt. Aangesloten accommodaties krijgen via dat programma een score met groene blaadjes op basis van duurzaamheid. Maar de ACM vindt dat programma misleidend. En dat is omdat het te onduidelijk is voor consumenten. Niet de enige manier waarop Booking.com mensen misleidt trouwens. Ze zeggen ook dat ze pro-mensenrechten en diversiteit zijn, terwijl ze nog steeds accommodaties faciliteren in illegale Israëlische nederzettingen. En zelfs na hele hoge druk van politiek en mensenrechtenorganisaties en protest, hebben ze daar nog steeds iets aan gedaan. En dus nu zijn ze ook nog aan het greenwashen. Who would have thought? Waar die scores op zijn gebaseerd. Dan gaan we naar China, want de Chinese economie heeft het moeilijk. Een crisis op de vastgoedmarkt, hoge jeugdwerkeloosheid, een beurs in mineur. Het zijn maar een paar van de uitdagingen, zoals ze eufemistisch worden genoemd, waar de economie mee kampt. De Chinese consument houdt de hand op de knip. En dat heeft ook consequenties voor ons in Europa. Maar eerst China zelf. Een vrijplaats voor vliegeraars is het. Deze plek tussen de verlaten gebouwen aan de rand van Shenyang, Noordoost-China. Hit on consumer confidence, obviously. In the past 20, 30 years, the real estate sector played a huge role, a destination for investment. But that job is perceived by the government to have finished. There is a strategic goal of the government to have some of them shaked out. Really, Chinese people have houses as they are. Dus China die heeft zoveel huizen gebouwd dat praktisch iedereen nu een huis heeft. Ik bedoel, meer dan 90% van de Chinezen die bezit een huis. Ja? En nu laat ze dus die corporaties, private corporaties, omvallen. Of die vallen om omdat ze geen overheidssteun meer krijgen. En schijnbaar doet de Chinese overheid dat om ervoor te zorgen dat er niet een enorme waardedaling is van de huizen die iedereen in bezit heeft. Niet zo'n heel groot probleem, als je het mij vraagt. Ik zou willen dat de overheid hier zoveel huizen zou bouwen dat 93% van de mensen een huis in bezit zou hebben. Hier hebben we 100.000 mensen die dakloos zijn. Ik heb het even het een en ander opgezocht, maar de hele hetze gaat dus over de Chinese overheid die heeft gezegd dat bedrijven, vastgoedbedrijven, die hun schulden niet meer kunnen betalen, beter failliet kunnen gaan dan dat ze een bail-out kunnen krijgen. Ze krijgen dus geen bail-out, dus ze gaan dus failliet. En dat hun bestaan daarbij dus blijkbaar niet aansluit bij de wens of de vraag van Chinezen als het gaat om huisvesting, omdat de Chinese overheid hun beleid, hun huisvestingsbeleid, baseert op de Chinese vraag naar huizen. In ieder geval is de huizenmarkt in China een stuk beter dan in Nederland, want daar heeft bijna iedereen een huis. In the sense that there is a crash of the market price. Ondertussen gaat het roer om en hoopt Peking dat dit soort nieuwe groeibriljanten de kar kunnen gaan trekken. Aan aanbod geen gebrek, maar de vraag is een probleem.
Dat mag zo zijn. Er wordt te weinig geconsumeerd. That also means that in many sectors there will be overcapacity. Elektrische auto's, zonnepanelen, batterijen. Fabrieken blijven doordraaien en verkopen hun producten tegen lagere prijzen. Ook in Europa. Isn't it great for European consumers? Of course, if you are a consumer, and of course we have had issues with inflation in Europe, it's of course nice if you can get, you know, affordable quality products from China. What's not to like? I think the question is more, to what extent will European corporates be able to actually survive in an environment where overcapacity is being exported in vast numbers and at a very... And that's where, of course, concerns are beginning to arise. You know, as a European Chamber of Commerce, we are sort of, you know, free trade is hard baked into our DNA. But it's not enough that trade is free. It also needs to be fair. Oh ja, vrije handel is alleen goed als het westerse landen uitkomt. En niet als je het consumenten, Europese consumenten uitkomt, want wij kunnen goedkoper auto's kopen. Of als het een geopolitieke tegenstander uitkomt. Dan is free trade slecht. Natuurlijk moet handel gereguleerd worden, maar het is grappig hoe die dat zojuist verwoorden. Terug in Shenyang houdt niemand zich bezig met geopolitiek. Mensen maken er het beste van. Het is echt bizar hoe Nieuwsuur en deze Sjoerd van Das, de correspondent in China, het elke keer weer flikt om Chinezen en Chinese mensen die ze interviewen als de meest onbenullige, domme overheidspuppets over te laten komen. Gewoon dan worden ze zo gefilmd en dan zit er zo, wat hij nu dan zegt, de meeste mensen zijn hier niet bezig met geopolitiek. Of die vrouw net, die dan zegt, nee, het is dinsdag fucking ochtend, natuurlijk komt niemand een auto kopen. Dan zegt hij, ja, dat kan natuurlijk zo zijn, maar ze liegt eigenlijk. Weet je wel, dat is gewoon altijd. Er is nog nooit een Chinees aan het woord gekomen die niet als een totale marionet wordt geframed. En dat is echt kwalijk. De transitie van de Chinese economie is nog maar net begonnen. Ja, Matthijs, en merken we er eigenlijk al wat van hier? Nou, als je naar de keiharde macro-economische cijfers kijkt, dan zie je dat in 2023, vorig jaar, de export juist is afgenomen. Dus de export van China naar Europa. Maar dat heeft meer, denk ik, mee te maken dat Europa het ook niet zo lekker deed. Dus wij hadden ook geen geld om de spullen te kopen. Ja, wat China altijd doet als het slecht gaat, en vooral als het in het binnenland slecht gaat, als de consumenten geen spullen meer kopen, ja, dan richten ze weer op het oude groeimodel. Industrie flink laten draaien en dat met desnoods beneden de kostprijs op buitenlandse markten dumpen. Daar willen ze altijd vanaf. Dan zeggen ze, we gaan de binnenlandse economie stimuleren. Ja, dan krijg je zo'n vastgoedzeepbel als ze hebben gehad. En dan gaan ze nu, is de angst toch weer terug naar dat oude model van, nou, laat maar even simpel zeggen, dumpen van de producten. Je ziet het nog niet, maar de angst, namelijk bij gevoelige sectoren in Europa, is wel heel groot. En wat zijn dan de meest gevoelige sectoren? Nou, als je kijkt naar waar de Europese Commissie inmiddels onderzoeken naar gestart is om te kijken of er niet maatregelen genomen moeten worden tegen die dumping. Dat zijn bijvoorbeeld, nou, behalve die elektrische auto's, treinen, windmolens die hier te goedkoop zouden worden verkocht. Zie je het probleem? Het probleem dat wordt geschetst is dus dat dingen te goedkoop zouden zijn voor ons en voor Nederlandse overheden. Wat er dus voor zorgt dat Europese bedrijven uitgeconcurreerd worden. Dat die Europese bedrijven dus minder winst kunnen maken. Zie je hier het belang dat bedrijven en Nieuwsuur, wat het hier vertegenwoordigt, hebben bij dingen zo duur mogelijk houden voor ons. Het belang is niet om ervoor te zorgen dat we in weelde kunnen leven en dingen kunnen kopen tegen een lage prijs. Wat altijd gedaan wordt, hè, van de vrije markt. Het zorgt ervoor dat je dingen zo goedkoop mogelijk kan kopen. Nee, het belang is de winsten van Europese bedrijven beschermen. En blijkbaar ook het belang van Nieuwsuur. Want de econoom van Nieuwsuur die zit hier als een heel groot probleem aan te kaarten. Dat wij goedkoop een elektrische auto kunnen kopen. Oké, okay, dat was hem weer. Een lange deze keer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te doen wat ik jullie heb opgedragen. Namelijk je hele politieke mening hieronder uiteenzetten en ruzie maken met andere mensen en met mij. En liken, delen en abonneren. Tot de volgende keer. Ik ga denk ik proberen om dit 2 keer per week te doen. Dus stay tuned. Einde.